als je nagaat, hè, dat er ieder jaar ongeveer 17.000 tot 20.000 mensen overlijden aan medische fouten en medicijngebruik. Daar wordt nauwelijks aandacht aan besteed. 17.000 tot 20.000. Dat betekent ongeveer 50 mensen per dag. In Amerika, ieder jaar wordt 250.000 Amerikanen omgebracht door medicijngebruik. Omgebracht? Ja. Drie cardiologen uit het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis zijn deze week berispt door het Medisch Tuchtcollege. Maar de slordige en onzorgvuldige cultuur is helaas niet uniek voor dit ziekenhuis. Dokters zouden tegen elkaar worden uitgespeeld en onder grote tijdsdruk moeten opereren. Ik vond het totaal onveilig. Ze hielden nauwelijks dossiers bij en waren alleen maar bezig met geld verdienen. Ze gaven patiënten hoge doses morfine waardoor ze overleden, zonder dat goed te overleggen met de patiënt en de familie. Een verslaafde neuroloog in Twente heeft jarenlang zijn patiënten ten onrechte dement verklaard. Het ziekenhuis en de inspectie voor de gezondheidszorg weten er al eerder van, maar grijpen niet in. Het lijkt een bizar incident, maar de zaak in Twente is niet uniek. Op veel meer plekken in Nederland wordt gezwegen als artsen hun werk niet goed doen. Vorige week lieten we zien hoe een mandarijnennetje de toezegging kreeg voor een CE-markering, zodat het gebruikt kan worden als bekkenbodemmatje, een implantaat dat gebruikt wordt bij vrouwen met een verzakking. Er is nogal wat mis rond de Europese goedkeuring van dit soort implantaten. Hier begint het verhaal pas. Als zo'n inferieur implantaat eenmaal geplaatst is, dan begint voor de patiënten vaak een ongekende lijdensweg met veel pijn en beperkingen. En dan wordt er vaak maar bitter weinig voor deze mensen gedaan. Het is de hoogste schadevergoeding die ooit door een Nederlands ziekenhuis is betaald na een medische fout. Het UMC Utrecht keert meer dan een 500.000 euro uit aan een vrouw en haar partner. 4 jaar geleden werd zij getest op baarmoederhalskanker, zonder dat ze dat wist. Er werden kwaadaardige cellen gevonden, maar de vrouw kreeg niets te horen. Pas 2 jaar later stuit een wetenschapper bij toeval op de uitslag van de vrouw. De patiënt werd vervolgens behandeld, maar bleek ongeneeslijk ziek. De Utrechtse juriste Sophie Hankers is jaren geleden door het toedoen van een medische misser ernstig gehandicapt geraakt. Zij heeft de vrouw bijgestaan in het proces. Je treedt hiermee buiten je eigen comfortzone. Het is beslist onaangenaam om je medische situatie ten aanzien van de media te moeten openbaren. Maar soms heb je geen keus. De UMC heeft zelfs het smartengeld 2 keer verhoogd toen de zaak in de media dreigde te komen. Het is buitengewoon triest dat je als slachtoffer van medische fout eigenlijk gedwongen wordt om naar de media te stappen om de schuldige en aansprakelijke arts ertoe aan te zetten om het bedrag van de schadevergoeding enigszins acceptabel te maken. De verantwoordelijke arts is overigens nog steeds werkzaam voor het UMC Utrecht. Je hoort het steeds vaker op het journaal en andere programma's. Items over medische fouten, over slachtoffers die ernstig ziek worden, over sterfgevallen, over artsen die zwijgen, over artsen die sjoemelen met dossiers. Het is een bijzonder ernstige situatie. De schattingen over mensen die invalide worden of ziek worden door fouten van artsen lopen op tot ongeveer 38.000 per jaar. Dat stond onder andere in een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2013. Nu zult u zich afvragen, wat gebeurt er na de medische fout? Artsen zijn niet open naar hun patiënten. Artsen weten het vaak wel als het ergens mis is, maar tegenover de patiënt zwijgen ze hierover. De inspectie voor de gezondheidszorg komt vaak te laat in actie en helpt mee de stilte te bewaren. Ze hebben lak aan hun professionele en wettelijke verplichtingen in deze. Het gaat om implantaten van de Franse fabrikant Polyimplant Prothesis, kortweg PIP. In zo'n 15 jaar tijd verkoopt PIP wereldwijd bijna 400.000 van zulke implantaten. Na meldingen doet de Franse politie een inval in de fabriek. PIP blijkt in plaats van goedgekeurde medische siliconen veel goedkopere industriële siliconen te gebruiken om de implantaten te vullen. Er is een hele mooie wet. Dat is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de WGBO. Maar na de medische fout houden artsen zich nauwelijks aan hun plicht tot het verschaffen van eerlijke informatie, aan het verstrekken van vervolgdiagnostiek en ook geven ze de slachtoffers van hun fouten nauwelijks adequate herstelbehandeling.
Ernstige misstanden in ziekenhuizen komen veel te laat aan het licht. En als ze naar buiten komen, dan staan de patiënten nog in de kou. Dat zegt de Nationale Ombudsman naar aanleiding van de misstanden in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. In dat ziekenhuis overleden veel meer patiënten dan verwacht mocht worden. Het ziekenhuis hield dat geheim. Stel je voor, je draait je hoofd naar rechts en je wordt bewusteloos. Dat is een levensbedreigende aandoening. Ik kreeg het advies om geopereerd te worden aan mijn hoofd. De operateur was de neurochirurg professor Sami en zijn assistent was dokter Tata Jiba. Na de operatie werd ik wakker op de intensive care en dokter Tata Jiba stond naast mijn bed met een grote glimlach. Hij zei, de operatie is geslaagd, maar we hebben ook nog een extra operatie gedaan. En dan blijkt dat je op experimentele wijze aan je hoofd bent geopereerd, zonder dat daar van tevoren overleg met jou is gepleegd en zonder dat van tevoren aan jouw toestemming is gevraagd. En met heel veel moeite kreeg ik van hem gedaan dat hij in de ontslagbrief met de hand erbij schreef om welke extra operatie het ging. Dat was het begin van een dagelijkse nachtmerrie. Door onkunde, gemakzucht, het elkaar de hand boven het hoofd houden van artsen in mijn omgeving die zich ook Oost-Indisch doof hielden, heb ik nu, 15 jaar te vroeg, afscheid moeten nemen van mijn gezin, familie en bekenden. Dat zijn de woorden uit de rouwadvertentie van uw vrouw, Petra Schuurmans. Een rouwadvertentie waarin haar artsen er heel erg van langs krijgen. Publiekelijk ook, omdat dit in verschillende kranten is afgedrukt. Welkom, Gerard Schuurmans. Het is een harde, schokkende tekst. Klopt, maar volkomen terecht. Professor Sami en dokter Tata Jiba weigeren om te antwoorden op mijn schriftelijke verzoeken om informatie en medische hulp. Ze negeren volledig dat ik invalide ben geworden door de operaties die zij aan mijn hoofd deden. Ze hebben video's opgenomen voor de operatie, hoe ik bewusteloos werd bij het draaien van het hoofd naar rechts. En ze hebben ook een video opgenomen van de operatie zelf. En al 15 jaar weigeren ze ieder antwoord. En ze weigeren ook om mij kopieën van deze video's toe te sturen. De Nationale Ombudsman heeft forse kritiek op ons zorgsysteem. Een ooglaserkliniek waar je blind vandaan komt. Er is iets vreselijk misgegaan. Fabrikanten van medicijnen hebben het afgelopen jaar hoge boetes gekregen. Bij elkaar ruim 800.000 euro en dat is een record. Ook maakten sommige fabrikanten reclame voor artsen en apotheken en verstrekten ze suggestieve informatie. Pas jaren nadat ik geopereerd was, werd mij duidelijk dat het een experiment was. Overal waar ik kwam, bij andere artsen waar ik om hulp vroeg en om herstelbehandeling, werd ik weggestuurd, want deze artsen zeiden, wij willen niets te maken hebben met deze experimentele behandeling aan uw hoofd. Inmiddels heb ik een paar artsen gevonden die er toch voor kiezen om zoveel mogelijk eerlijk te zijn en die mij medisch hulp geven. En dankzij een grote hoeveelheid aan medicijnen, onder andere beta-blokkers om het hartritme te verlagen en middelen tegen de hoge bloeddruk, kan ik enige kwaliteit van leven hebben en ben ik in staat om een paar uur per dag te zitten en 10 tot 15 meter te lopen. Verder ben ik volledig rolstoelafhankelijk. Professor Sami is officieel aansprakelijk gesteld en strafrechtelijke aangifte zal volgen. Inmiddels heb ik namelijk een aantal schriftelijke documenten verzameld waaruit blijkt hoe verschrikkelijk slecht mijn medische situatie is geworden, waarvoor deze arts, professor Sami en dokter Tata Jiba beide verantwoordelijk zijn. U kent ze misschien wel, de cosmetische arts, de cosmetisch chirurg of de natuurarts. Volgens PvdA en SP zijn het fantasietitels, verzonnen door artsen om de patiënt te misleiden. Ik ben niet het enige slachtoffer van falende artsen. Ik heb inmiddels heel veel wetenschappelijke literatuur gelezen. Ik bezoek congressen voor zover mogelijk. Ik heb een stichting opgericht om patiënten die slachtoffer zijn geworden van medische fouten of hun nabestaanden zoveel mogelijk te helpen met adviezen en informatie. Ik probeer zoveel mogelijk de stem van de slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden te laten horen. Het weigeren van eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten moet stoppen. Artsen hebben een plicht tot het verschaffen van informatie, tot het registreren van informatie in het dossier, tot het verstrekken van onderzoeken en tot het verstrekken van herstelbehandeling.
Dit staat heel duidelijk beschreven in de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Op dit moment is de keuring van implantaten in Europa zo beroerd geregeld dat de veiligheid van de patiënt absoluut niet is gewaarborgd. Ongeveer 30.000 Franse vrouwen moeten mogelijk hun borstimplantaten laten verwijderen. De implantaten van het bedrijf Poly Implant Prothese zouden risico's opleveren voor de gezondheid. Kortom, wees heel voorzichtig om artsen blindelings te vertrouwen. Neem altijd een vriend, vriendin of familielid mee wanneer je een belangrijk gesprek met een arts moet voeren. Vraag altijd aan de arts een schriftelijke verklaring met uitleg over de behandeling en de risico's. En neem de tijd om je beslissing te nemen. Kijk voor meer informatie op de website sinnl.org en zwartelijstartsen.nl.